Elk jaar in de hele week organiseert een samenwerking van verschillende organisaties. Organiseert een buurtfeest hier op de, van dit jaar op de Proosdij in Heden. En ik sta hier nu letterlijk tussen de geiten in. En tussen de pauwen en kippen. En hier is dus een groot buitenspeelfestijn bezig. Met dus boerderijdieren, allemaal spelletjes voor kinderen, een luchtkussen, muziek. Er is genoeg voor kinderen te doen. Het is nog even aan het opstarten, dus ik ben al wat vroeg. Maar het belooft zeker met het weer een hele mooie dag te worden. Ik ben Milka Sietsma en ik ben vandaag in mijn functie als voorzitter van de buurtbelangenvereniging Steinwijk. En als buurtbelangenvereniging organiseren wij deze middag een buitenspeeldag voor de kinderen uit Veldhuizen. En wat houdt dat precies? Valt er allemaal hier te doen voor de kinderen? Ze beginnen met zich in te schrijven. Dan kunnen ze kiezen uit een speurtocht. We hebben speurtocht over de kinderboerderij en een speurtocht door het park. Voor de wat oudere kinderen. Ze kunnen pannavoetbal spelen. Ze kunnen zich laten sminken. Ze kunnen op de springkussens. We hebben allemaal oud-Hollandse spelen. En dan hebben ze een inschrijfkaart. En als ze een aantal onderdelen gedaan hebben, dan krijgen ze een ijsje en limonade. Dat is gratis voor de kinderen? Dat is allemaal gratis voor de kinderen. We hebben sponsoren kunnen vinden en die hebben ons geweldig geholpen vandaag. En waarom is dit initiatief gestart? Dit initiatief is gestart omdat wij als buurtbelangenvereniging wat meer willen betekenen voor de buurt en omstreken en onszelf daardoor ook op een positieve manier op de kaart willen zetten. Oké, en dan ook een beetje de kinderen soort van achter de computer weghalen en zorgen dat buiten gespeeld wordt. Absoluut. En het leuke van deze dag is dus juist dat het de laatste middag van de zomervakantie is. Dus dat leek ons een hele leuke afsluiting van de zomervakantie. Nee, je hebt mooi weer, dus dat is ook... Geweldig weer, dus het kan niet beter. Daar zijn we ontzettend blij mee. En verwacht u veel kinderen vandaag? We hebben geen idee. Het enige nadeel is dat we de scholen nu niet hebben kunnen gebruiken om te flyeren. Dus we hebben dat flyeren op allerlei andere manieren moeten doen. En dat is nu een pure verrassing wat er gaat komen. En daarom is het ook op het programma van de Heideweek probeert dus ook meer aandacht. Ja, we hadden normaal gesproken hebben we al 2 keer de buitenspeeldag op de reguliere buitenspeeldag van Nederland gedaan. Ja. Maar dit jaar viel dat bijna samen met een open dag die hiernaast gehouden werd in het park. En we zeiden ja, dat zijn 2 dingen die te dicht op elkaar zitten. Laten wij een andere datum gaan zoeken. Even de aandacht dan echt dat de aandacht hierop ligt en niet verdeeld. Precies, zo zijn we op de Heideweek. En dan kunnen we mooi op de Heideweek meeliften. Ja. Dus die hebben ons ook in hun programma gezet. En die waren ook heel blij met alle extra organisaties dit keer. Ja, dat is wel best. Is het de eerste keer dat u dit initiatief doet? Nee, voor mij is het de 3e keer. De 1e keer is het door Welsteden opgezet en hebben wij als bestuursleden ons daarbij aangesloten. En vorig jaar hebben wij als bestuur dit zelf opgepakt en in samenwerking met de kinderboerderij. En dit jaar doen we het in samenwerking met Sportservice. Okay. Dus we hebben iedere keer hulp erbij en daar zijn we ontzettend blij mee, want we doen dit maar als 2 bestuursleden. En verder is het allemaal vrijwilligers ook wat hier rondloopt? Allemaal vrijwilligers, ja. En hoe ging het de voorgaande jaren met de drukte? Vorig jaar is een ontzettend groot succes geweest. Toen waren we dus met de Nationale Buitenspeeldag. En daar waren er op dat moment 4 of 5 in Ede die georganiseerd werden. En ik heb me laten vertellen dat deze buitenspeeldag de drukste was. Okay. Ja, maar dat had mede te maken met het feit dat de kinderboerderij hier toen open dag hield. Dus dat was ook een extra trek. Heeft u het naar uw zin hier? Prima naar mijn zin, ja. Kunnen de kinderen echt een beetje spelen? Ja, volgens mij is er genoeg te doen. Alleen die van ons moet even wennen. We zijn net 5 minuutjes hier aangekomen. Dus, even afzien. Even bekijken wat er allemaal is. Ja. Waarom vindt u het belangrijk dat uw kinderen buiten spelen? Dat vind ik heel belangrijk voor de ontwikkeling en lekker buiten zijn. En, Dit soort initiatieven zijn dan wel heel goed. Ja, vind ik zeker. Ik vind het leuk dat de Ede dat soort dingen organiseert. Ja, want je hoort natuurlijk in deze tijd dat kinderen vooral binnen zitten achter de computer en alles. Wilt u dat voor uw kinderen toch maar proberen te stimuleren dat ze weer naar buiten gaan? Ja, dat wil ik zeker. Want voor de televisie zitten, daar houdt hij ook niet zo van. Houdt hij ook niet zo lang vol. Dus wat dat betreft is het wel een echt buitenkind. Dus, dan gaat het heel goed. Is dit wel leuk? Ja. Heel veel plezier vandaag. Ja, bedankt.